Scorpions, scorpionnetjes. This is de tweede week van mei. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. En bedankt voor de positive alignment of energy, scorpionnetje. Het is een week van transition. Okay, dus whatever the issue and the situation is, it's just a week of transition. Scorpionnetje, a tower moment. Scorpion, je komt achter een zeer deceptive situatie dat is gebeurd. En je loopt weg van heel veel geld. Je komt achter some leukens en deceptiveness van heel veel geld dat was gestolen van iemand. En het heeft mee te maken dat there was a conspiracy taken. En Taurus, a Virgo of a Capricorn vrouw. Waar heel veel geld was gestolen van deze persoon. Now, we see a conflict is now over. Sommige van jullie hadden conflicts. Misschien met een advocaat of een verpleegster over some deceptiveness that was gegaan. En je hebt daar gesproken en opgesproken. En zeg maar, ja, ik heb een situatie met je oma of met je vrouw. Whatever the issue is that you have it's, you come after it's. Sommige van jullie krijgen bericht dat een tweeling vrouw komt niet terug van wekens dat ze is opgepakt voor diefstal. Dus, however that is gebeurd of, misschien moet jij de bericht even uitsturen. However it is, je hebt dat mee te maken. Jonge mensen, there is a new start for you. Dus misschien krijg je te horen dat je hebt een nieuwe offer voor een baan. Een nieuwe offer. Maar goed nieuws komt in voor jullie jonge mensen. Omdat je zit te ver. En dat is best wel goed. Goed, heel goed nieuws. Dan hebben wij de energie van je draaierug achter. Je verlaten een vis grave of scorpion at your person. Van wekens dat hij of zij, en ik kom op als hij, wordt in de bak. Die krijgt een straf. Whatever the issue in the situation is, deze persoon krijgt straf voor wat ze heeft gedaan. Die komt in de bak te zitten. Ja, ik ken een ex-medewerker. Een man dat heeft gewerkt voor jullie. Dus however, dat is gespeeld. Jullie krijgen help van iemand in het buitenland om alle je geld terug te krijgen. Dus iemand in het buitenland gaat jullie helpen om de geld even terug te geven en op je rekening laten te zetten. Whatever the issue in the situation is dat deze buitenlandse mensen, sommige van jullie was in een relatie met deze persoon as a family of the grinder, en die have jullie getarget. Maar iemand in het buitenlandse zorgen dat de geld wordt terug op je rekening, oké? En het was heel veel geld. Heel veel geld dat moet uitbetalen. Now, sommige van jullie kom achter dat a diefde, and this was a wasteful person for sommige van jullie, maar sommige van jullie kom achter dat a collega op de werk grote diefstal is gepleegd. Er is een rechtszaak hierover is gestart, omdat de waarheid over dat iemand op de werkvloer. Iemand heeft heel veel geld op de bedrijf opgelicht van heel veel geld. Dan zien wij dat als je moeder, sommige van jullie moet heel veel geld terugbetalen aan een stiermaak of steenbok persoon. Jullie hebben creëerd leugens en deceptive en blokkades voor deze persoon. En nu de waarheid is beter boven water en jullie moeten heel veel geld om deze persoon te vergoeden, om deze persoon te betalen voor de
And so it says you have a there's a person reputatie beschadigd en je moet best wel heel veel geld om deze persoon te gaan betalen. Dus whoever dat is. Een medewerker wordt opgepakt voor diefstal. Ik zie dat een medewerker samen met collega's heeft gecreëerd some deceptiveness en gestolen heel veel geld. En de medewerker wordt opgepakt. Now, some falseness, whatever the falseness was, met je vrienden of je partner, met je vriend of je partner. Ik zie de waarheid is nou even boven water gekomen. Dus there was some falseness met je vrienden of je partner. En het gaat over geld. However this is and however this staat in elkaar. Het gaat over geld met vrienden en partner. Maar so it says, sommige van jullie komen achter dat vrienden van je partner of je vrienden hebben samengewerkt om jou op te lichten heel veel geld. En ik zie dat het komt even boven water. Dus wees voorzichtig. Ik weet het niet. This world. Twee breekt. Breekt één is staan stevig in je. Zit het om te zeggen. Kies. En ik ga voor allebei. Het is gewoon, as you realiseer, het is groen. En het is rood. Je moet stevig in je schoenen staan. Oké. En ik zie de drie van harte. Dus dit is best wel goed, maar stevig in je schoenen staan. Oké. Ik ga het even zeggen. Namaste. Ik spreek jullie wel. En als je wilt weten wat precies speelt. Op deze tijd, daar is een video dat is gemaakt door een Nederlandse, maar zoek het op, Janet Oosterbaarder, dus Janet Ossibaarder, have een video gemaakt en dat gaat je meer informatie overgeven over wat precies speelt in deze tijd. Het is in Engels. Ik ben trots op haar, omdat ze heeft dus doorgekregen. Niet iedereen kent dat. Ik ga even zeggen namaste. Tot de volgende keer.